Hartelijk welkom allemaal. Hartelijk welkom bij weer een video over lasergraveren. De vakantie komt eraan. Zoals je weet heb ik de laatste tijd best wel wat last met dat ik eigenlijk niet weet waar ik nu weer een video over moet gaan maken. Ik heb er al zoveel gemaakt dat heel veel nieuwe onderwerpen komen er niet voorbij. En testapparatuur krijg ik meestal ook niet. Dus af en toe komt er dan een video voorbij. En dit keer is het een best wel bijzondere. Zoals al in de eerdere video's gezien. Ik heb wat Oekraïense jongens als leerling voor 3D printen. En deze jongens gaan met mij mee op vakantie. Met mij en mijn vrouw naar de camping in Duitsland. Die vakantie komt eraan. En natuurlijk moeten we, want ik ben op leeftijd, ik ben 63... moeten we natuurlijk wel wat vertier voor die kinderen hebben. En dat hebben we dan ook. Een van de dingen die we bijvoorbeeld doen is het spelletje Cup. Dat bestaat eigenlijk uit houten blokken omvergooien. Zo moet je eigenlijk een beetje zien. Maar daarnaast, discgolf, een van de hobby's die ik heb. En we hebben daarvoor een basket en we nemen discs mee en gaan daarmee ook het nodige met die kinderen doen. Los van alle andere dingen die we natuurlijk gaan doen, want daar houdt het natuurlijk niet mee op. Maar met name van dat cup en van dat discgolf wil ik echt een spel maken. Dat wil zeggen dat we in principe elke dag of elke tweede dag of wat dan ook maar een soort van competitietje opzetten met iets. En aan het eind van de rit zal er iemand de winnaar zijn. Ja, en degene die de winnaar is, die wil natuurlijk ook wat hebben natuurlijk. En dus gaan we een paar bokalen maken. En die bokalen die gaan we met de lasergraveerder maken. Vorig jaar heb ik van een kijker van mijn kanaal een aantal sportprijzen toegezonden gekregen met de vraag of ik eens wilde kijken of dit lasergraveerbaar was. En dat betrof met name glas in diverse kleuren. Daar bleef nog het een en ander over van die materialen. En hij zei tegen mij van, joh, hou die lekker, ga daar leuke dingen mee doen. En zodra je een keer iemand daarmee een plezier kan doen, doe dat dan. Uit die hoeveelheid van zaken die overgebleven is, heb ik twee bokalen uitgepikt. Allebei dezelfde. Ze zien er zo uit. Deze moet nog wel goed schoongemaakt worden. Op de achterzijde zit zeg maar een houder om hem neer te kunnen zetten. Het is blauw glas. En dit kun je natuurlijk prima graveren. Zij het dat je het eerst met tempera-verf moet gaan bedekken. Dat gaan we overigens doen. En ik ga dat niet op video doen, want in een van de vorige video's hebt u hetzelfde procedé gezien, maar alleen was dat toen bij acryl. We gaan dat doen met een compressor. Ga ik zeg maar lagen zwarte tempera verf aanbrengen. Normaal zou ik dit doen op de achterzijde van het glas. Dat is namelijk wat mooier in die zin dat je zeg maar dan de voorkant vlak is en eigenlijk de weggegraveerde zijde aan de achterzijde is. Alleen omdat het blauw glas is, weet ik niet of het er dan mooi uit komt te zien. Dus ik ga het simpelweg doen op de bovenkant en dan ook daar gelaserd. Ik ga er twee maken. Eén voor dat cuptoernooi en één voor de discgolfzaken die we gaan doen. En dat zal bestaan uit putten, maar ook langere afstandsworpen en dat soort zaken meer. De firma die mij dit toegezonden heeft, wil ik toch eventjes noemen. Ik pak even het doosje erbij, want dat is best lastig. Het is firma dadeco-decoratie.nl. Ik moet het goed zeggen, het is af-dadeco-decoratie.nl. Die hebben mij dat toegezonden. Ik heb daar toen een hele uitgebreide test op uitgevoerd. Het was echt een hele uitgebreide test. Dingen die daarover van zijn gebleven zijn deze zaken. Deze moet nog wel schoongemaakt worden. Er zit wat vuiligheid op, waarschijnlijk van stickers. Ga ik eraf halen. Dan gaan we zo meteen zien in Lightburn hoe we die dingen gaan ontwerpen. Dus maten nemen en dergelijke en dan vervolgens het ontwerp. Dan ga ik deze bespuiten met tempera verf. En vervolgens ga ik ze laseren. Dat is niet altijd even gemakkelijk, want laten we wel zijn, het wordt dus zo gelaserd. Zit ik dus met deze hier. Dus daar moet ik even naar kijken hoe we dat gaan doen. Maar waarschijnlijk is dat wel op te lossen met mijn honeycomb bed, waarmee je normaal gesproken snijdt. Dan hangt hij als het ware over de rand heen. Dan moet ik alleen even kijken of het helemaal 100% is, of dat er nog een heel klein stukje verhoging hieronder moet. Maar dat zie ik dan wel, want je wil het natuurlijk wel graag waterpas hebben liggen.
Want dan is de kracht van de laser op alle plekken hetzelfde. Nou, de winnaar van zo'n spel aan het eind van de vakantie krijgt natuurlijk zijn bokaal mee. Ja, ik moet even kijken hoe ik dat ga doen, want het zijn twee jongens. Dus eigenlijk, je voelt het al, moet een beetje misspelen natuurlijk. Dat snap je natuurlijk wel. Ik hoop toch dat je heel veel plezier hebt bij het procedé van het maken hiervan. En nou, we gaan naar Lightburn toe. Nou, het eerste wat we natuurlijk moeten doen, is de maten opnemen van deze sportprijzen. De maten van datgene wat we gelaserd wensen te hebben. De afbeelding die we daarop wensen te hebben. Ik heb dat ruwweg gemeten als 9 centimeter hoog en 7 centimeter breed. Nou, die hoogte die hebben we genoeg. Die breedte is wat aan de krappe kant. Vandaar dat ik een rechthoek gemaakt heb. En die rechthoek die is 9 bij 6, oftewel 90 mm bij 60 mm. Dus iets minder breed, zodat we ongeveer een halve centimeter aan de zijkant overhouden. En ik zet die rechthoek, dat doen we overigens met deze knop hier bovenin. Die zet ik op het toolpad, toolpad 1, zodat die niet gelezen wordt, maar dient meer als daar waar de afbeelding in moet komen. Tweede wat ik ga doen, wat ik al gedaan heb, is ik heb een afbeelding gedownload die bij de sport past die we gaan doen. En dat is in dit geval het spelletje Cup. Ik ga dat importeren. Dat ga ik doen. Eventjes kijken. Ja, Cup. Hier hebben we hem. Die afbeelding die haal ik even weg van dat rechthoekje. Want ik wil hem gaan traceren. Dus rechtsklikken. Afbeelding overtrekken. Even kijken wat veiliger is en wat beter is. Dit is niet zo groot en geweldig. Ik moet even kijken of dat verbeterd wordt als ik hem wat uit elkaar trek. Ja, dit, zo ziet hij er wat beter uit. Ik denk dat we het zo gaan doen zoals die nu is. Ik heb hem zeg maar, ik heb schetsen traceren aangegeven. Het enige waar ik voor op moet passen is dat hij die buitenrand nu meegenomen heeft. En die moet ik straks weer even kwijt zien te raken, die buitenrand. Ik hoop dat dat lukt in verband met het feit dat dit zwarte blokje precies op die rand staat. Maar oké, we gaan dat zien. Ik klik op oké. Nu heb ik twee afbeeldingen. Ik heb de originele afbeelding en de afbeelding die ik zeg maar getraceerd heb. Die ga ik op de zwarte laag zetten. Zo. Hij staat op fill. Daardoor is die nu helemaal zwart. Ik zal de originele afbeelding overigens weggooien. Wat ik nu moet gaan doen, ik ga hem op lijn zetten. Dat is even het belangrijkste voor nu. Dan gaan we erop inzoomen. Dat was niet inzoomen natuurlijk wat ik daar deed. Sorry. Dus ik ga dit weer wegklikken. Inzoomen doe je door dit vierkantje hier aan te klikken. Zo. Nu ga ik hem ungroepen. Zodat hij niet meer gegroepeerd is. En dan ga ik die buitenlijn. En die ga ik weghalen. Hopen dat het goed blijft. Ja, het blijft goed. En we zien hier dat hier keurig de originele lijn is. We zien wel wat dubbele lijnen en dat is op zich wel goed, alleen het is niet helemaal goed aangesloten. Want als ik hem nu op fill zou zetten, krijgen we het een beetje raar te zien, zie je dat? Dit vind ik nog niet zo erg, maar deze drie wel. Dus ik zet hem even terug op lijn. Dan ga ik deze lijn aanklikken. Even kijken of dit gaat lukken wat ik hier wil doen. Ik ga hem een offset geven en die offset die moet naar buiten toe. En die doen we, nou niet zo heel veel hoor, 0,3 of zo, zoiets. Nou, misschien nog iets meer, laten we een half doen. 0,5. Ja, dat ga ik ook met deze doen. Hetzelfde laken en pak. En ik doe dat met deze, want dat waren de drie zeg maar die niet dikker waren. Met een beetje geluk ga ik dat hiermee oplossen. Nou, dat gaan we nu zien, want als ik hem nu weer op fill ga zetten. Kijk, dan is hij een stuk beter. Hij is niet helemaal 100%. Hoeft ook niet. Niet zo belangrijk dat dat helemaal niet goed opkomt. Dat vind ik goed, dat kan je natuurlijk allemaal aanpassen als je dat wilt. Hè. Je kan dit natuurlijk met tekenen en met de nodes aanpassen. Kan je dit zo netjes maken als dat je dat wilt. Ik ben hier tevreden mee. Ik ga uitzoomen. Dan ga ik deze afbeelding weer oppakken.
Ik ga hem eerst weer even groeperen. Zo. Als je hem nu aanklikt, moet hij hem helemaal te pakken hebben. Dan ga ik hem de breedte geven van 60, want dat was mijn maximale breedte, had ik gezegd. 90 bij 60. Zorg dat je slotje op slot is, zodat dit zo meteen mee verandert. Zo. Tot die, we zullen hier even op inzoomen, dat hij niet helemaal goed in dat vierkant staat. Daar liggen we niet zo heel erg wakker van. En waarom niet? Om de simpele reden dat we zowel links als rechts een halve centimeter over hadden. Ik zal hem voor de zekerheid even in het midden plaatsen, zodat hij erin staat. Maar het is niet zo belangrijk. Hierboven ga ik tekst plaatsen. En die tekst, dat gaat worden... even kijken, wat zou ik eens doen? Camping, kampioen. Champion, because, want het gaat om Oekraïense kinderen, die verstaan geen Nederlands. Camping Champion Cup 2023. Die tekst die ga ik natuurlijk even ten eerste een ander lettertype geven, want dat is ook wel leuk om nu een keer een ander lettertype te gebruiken, andere dan dat ik net had gebruikt. Want ik heb dus nog zo'n prijs, maar dan voor de discgolfcompetitie. Alleen die geef ik een ander lettertype. Even kijken, wat gaan we hiermee doen? Even zien wat ik het ga geven. Ja, dit vind ik mooi. Dat moet ook weer gecentreerd worden. En het moet kleiner worden gemaakt. Dus ik ga het lettertype verkleinen. Oh, dat is wel heel klein wat daar gebeurde. Dat was helemaal niet de bedoeling. 12,5. Ik wilde namelijk even kijken of het nu al voldoende was. En dat denk ik haast wel, want we hebben dus iets meer ruimte, zowel in de lengte als in de breedte. Voilà. De settings die ik het meegeef zijn settings in dit geval voor glas met tempera verf. En ik ga het op de bovenkant laseren. Het is een beetje een klein gokje. 500 mm per minuut, 70% power. En wat mij betreft zou dit voldoende moeten zijn om het te laseren. Wat ik wel even ga doen, ik ga nog heel even dat rechthoekje ietsjes omhoog trekken. Zodat hij ook werkelijk in dat rechthoekje valt. Zodat als we gaan kaderen op het object, dat hij ook precies dat stuk kadert waar hij gaat laseren. Zeg maar. Dat is eigenlijk waarom ik dit doe. Oké, hiermee ben ik tevreden. Nogmaals, voor mij hoeft het niet perfect te zijn. Wil je het wel perfect hebben, moet je die afbeelding wat beter gaan maken. Misschien kan je hem ook wel zelf bouwen. Ook dat zou nog niet eens heel erg moeilijk zijn, denk ik. Maar dit is wat ik ga laseren op die sportprijzen. Die eerst met tempera gaan worden ingesmeerd. Zodat we vervolgens deze afbeeldingen erop kunnen gaan zetten. Wat we natuurlijk moeten doen is de sportprijs, het plakettetje... Zorg dat die zoveel mogelijk waterpas liggen. En dat heb ik in dit geval gedaan door hem op zijn kant, daaronder de honeycombbed. En daar even een houten plaatje onder. En dan ligt hij zoveel mogelijk waterpas. Nu is het een kwestie van hem goed uitrichten. Goed kaderen. En dan beginnen met het laseren. Oké, hier zijn ze dan. De rechter is eigenlijk iets te ver naar rechts gelezen. Dat iets verder naar links gemogen, maar oké. Zijn ze klaar? Nee, want we zien de zwarte tempera-verf nog. Dus wat moet er nog gebeuren? Die zwarte tempera-verf moet worden afgewassen en dit is waterverf. Dat is het mooie van het verhaal. Dit kan dus gewoon in een bak met water. En dat gaan we dus nu doen. En zie hier het eindresultaat. Ik zou willen zeggen, bijzonder goed gelukt. Oké, die rechter is iets te ver naar rechts gelezen, had iets verder naar links gemogen. Maar desalniettemin ben ik er zeer tevreden mee. Dit is hoe je dus ook sportprijzen kunt laseren met simpel een laser. Maakt niet eens uit of dat 10 watt is of hè, zoals mijn laser of 20 watt of voor mij part 3,5 tot 4 watt zoals de Laser Master 2 15 watt versie. Dit is absoluut realiseerbaar met elke redelijke laser. Ik hoop dat je het leuk vond, dat je er weer wat van geleerd hebt en tot de volgende keer maar weer. Dag!